Een Bowser. Dit is ons eten. Dankjewel. Zat te eten. Hi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Je gaat nu zien hoe we ons waterprobleem gaan fixen, althans tijdelijk. Hier zit het water in. Daar. Alleen het loopt heel langzaam vol. En nu komt er dus van buiten nog een Bowser die hem even vol gooit. Maarten is alleen weg. Die is leren schieten met een of andere leuke machine met Nathan. En die heeft de sleutel meegenomen van de poort waar die tractor doorheen moest. Dus nu moest iemand anders weer komen om de ketting kapot te zagen enzovoort. Maar goed, gelukkig is die binnen, want ik heb echt een bad nodig sinds gisteren al. Gelukkig, dan kunnen we vanavond lekker een bad, hè? Ik zie wel dat deze tank ook al lekt, dus dan vraag je af hoeveel water er nog in zit. Maar goed. Oké, daar gaat de pomp. Yes! Nou, de tank is vol. We kunnen eindelijk een bad. Yes. En dames? Vooral de dames. Die ene keer per maand. Je weet wel dat je echt een bad nodig hebt. Die keer was nu. Gelukkig hadden we nog wat babydoekjes, maar... Ja. Nou jongens. En ik dan? Ja, dit is ons eten. Okay. Want we hebben... Jij krijgt ook noedels. We hebben vandaag al burgers gehad, hè? Lea aan de kant. Dat? Dat is kruiden, voor als het nog pittiger moet. Alsjeblieft. En papa die is... waar is papa, Nick? Weet je dat? Ik zet het even aan de kant, schat. Papa is leren schieten met Nathan. Dus het is lekker voor ons drietjes vanavond, hè? Hoi, pompom. En pompom. Eet smakelijk. We zijn lekker schoon, want we zijn gisteren toch nog in bad geweest, hè, schat? Want de tractor heeft allemaal water gebracht. We waren inderdaad een liedje aan het zingen. En even kijken, ik laat even zien wat we vandaag gemaakt hebben met homeschooling, hè? Lea heeft deze gemaakt met waskoekrijtjes. Nicky, wat hebben wij gedaan? Oh ja, wij hebben een rekenspel gedaan met Rups Roefie. En nog meer dingetjes die ik alweer heb opgeruimd. En nu zijn we lekker even muziek aan het maken. Want Lea, wat heb jij voor een instrument? Deze. Wat hangt eraan? Ja, belletjes. Belletjes. En Nicky? Wat heb jij? Stokken. Stokken. En we hebben hier een hele mooie mand met Afrikaanse instrumenten. Ja, maar eentje is te kapot. Ja, eentje was net per ongeluk kapot gegaan. Ja. Hadden we iets te hard mee geslagen op de tafel. Dus we beseffen nu dat we daar gewoon alleen in de lucht mee mogen rammen. Dus we gaan eventjes een muzieklesje doen. Ritme. Hey. Uit het boek van Lea, van groep 1, het grote boek over de leukste kleuterklas van de wereld met opa Prom heet hij, hè? En nu hadden we bedacht, zodat we kunnen onthouden bij welke pagina we zijn gebleven, maken we even een mooie boekenlegger. Eentje voor Lea, eentje voor Nick en ook eentje voor mama als ze aan het lezen is. Nick, wat gingen we doen? Want we hebben vloeibare waterverf gevonden en Nick had een idee. Je hebt de witte
witte kruisje. En die, dan moet je eens mee maken. En dan pak je eentje van deze. En dan moet je zo'n druppeltje op het dingetje doen. Dan pak je de kwast. En dan ga je daar zo helemaal overheen. Ik ben benieuwd. Het is dus een wit waskoekrijtje, hè? Yep. Ja, nou mag jij iets kleuren erop? Ja, kijk. Okay. Ja, dat is genoeg. Zwerf je. Helemaal. Wow. Kijk. Wauw. Met het witte waskoekrijtje waar die is. Eigenlijk had ik het verkeerd gezegd. Waarom? Eigenlijk is het andersom. Maar mag ik Oké, ga je gang, Lea. Toen we daar gingen logeren met de tent. Ja? Daar bij die zonneschool gingen we dat doen. En gewoon, heel vet. Laat hem maar liggen en kan die drogen. Dus Lea heeft er 2 gemaakt. En Nikki heeft er 2. En mama heeft er ook 2. Weten jullie thuis al, beste kijkers, wat goedemorgen... Je mag het met mij doen. Wat goedemorgen betekent in het Shona? Mangwanani. 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 En weet je wat dankjewel betekent? Au, mijn hoofd. Dankjewel, Gabon. Maitabasa. Maitabasa. Kindjes zijn even lekker alleen aan het spelen. Goed. Nee, ik ben nog even... We zijn uitgenodigd om vanavond naar een kleine groep te komen, waar allemaal jonge gezinnen zijn. En iedereen neemt dan een bord met snacks mee. En ik heb echt de hele tijd in mijn kast aan zitten kijken van, ja, wat kan ik nou doen, wat kan ik nou maken? Ik weet ook niet of het warm of koude of hartig of zoete snacks moeten zijn. Maar ik heb dus Tony's meegenomen, een beetje. Dus die ga ik nu smelten. En ik heb deze Kellogg's. En daar kan ik van die kleine, het zijn niet echt bonbons van maken, maar in ieder geval zoete snacks van maken. Ik heb nog wat wannabe honing. Staat wel echt dat het echte honing is, maar dat is meer zo'n siroop. Die kan ik nog erbij doen, want deze zijn niet gezoet. Dus doen we dit hierbij. Boren. Koel bewaren is een dingetje. Maar ik leg ze maar in de koelkast die niet aan is. Ze zijn een beetje aan het dansen hier, die kleine. Papa is weer thuis. Hi. Wie gaat? Ik voel hem wel, ja. Heb je hard gewerkt, zo te zien? Ja. En we hebben vanavond de eer om zatza te eten, gemaakt van mieliemeel. Zo heet dat spul waar je dat mee maakt, maispoeder. En dat heeft Nonze voor ons gemaakt. Eet smakelijk. Smakelijk. Die vrouw is pas 23, maar die kan koken, zeg ik je. Oké, lieve schatjes, wat zeggen we? Patatjes. Doei. Bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende vlog. Doei. We nog eventjes onze vriend laten zien voordat we de vlog helemaal afsluiten. Iedere avond of nacht als ik naar de wc ga, dan komt dit manneke me tevoorschijn. Het is een lizard. Is iedereen droog en schoon? Kom eens kijken, papa. Kunnen we nou een spelletje gaan doen? Volgens mij heeft iedereen last van een droge neus. Iedereen zit hier telkens in zijn neus te vroeten. Als afsluiting gaan we nog even Yahtzee of knibbeler voor kinderen doen. En eten we de lekkere snacks op die ik eigenlijk vanavond zal meenemen. Nee, moet je gewoon erop laten. Okay, ja, wij gaan winnen. Na, 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 na. Juffrouw, omdat je bij mama in het team zit, ga je niet automatisch winnen. Oh, jawel. Wij gaan namelijk winnen.